als je een aangename campus hebt met gedurfde architectuur ook, dan weet je dat het voor studenten zeer aantrekkelijk wordt om daar te gaan studeren. Ik denk dat landmark buildings en nieuwe architectuur heel erg belangrijk is. De stad moet blijven bewegen op dat vlak, blijven evolueren. De Ab Hogeschool heeft de 21ste eeuw ingezet met zeer goed werk en heeft nu als sluitstuk inderdaad daar ook de juiste gebouwen voor gecreëerd. Ik ben blij dat ik u op mijn beurt zeer hartelijk welkom mag heten op deze plechtigheid die er een is die met gouden letters opgetekend zal worden in het geschiedenisboek van de Artesisch Hogeschool. Ik vind het een heel mooi gebouw. Ik vind vooral de openheid, zowel naar binnen, naar de patio toe, als naar de buitenkant toe, vind ik ongelooflijk. Je ziet van hier de stad, ons werkveld zie je langs alle kanten liggen. En we hopen dus dat niet alleen ons gebouw een poort naar de stad zal zijn, maar ook een poort op de wereld voor onze studenten. Ik vind het fantastisch. Ik vind het zo mooi. Eigenlijk ben ik een beetje jaloers dat ik zelf niet meer studeer. Ik vind het een schitterend project, 14 bacheloropleidingen. Dat zorgt voor kruisbestuiving tussen studenten die een andere opleiding volgen. Allemaal op één campus. Dat is een beetje zoals de stad zelf. Je hebt een mix van heel veel verschillende zaken die bijeenkomen op één plek. Dit ontwerp is een beetje bijzonder, omdat eigenlijk de min 1 eigenlijk gebruikt wordt als nuttige ruimte via een prachtige binnentuin. Het is eigenlijk een honingraadstructuur, zoals we dat noemen. En heel het gebouw hangt eigenlijk aan die honingraadstructuur. We zien ook, er is een uitkraging van 27 meter aan de kop. En dus heel dat gewicht hangt eigenlijk aan die witte kruisen. Hier komen 14 bacheloropleidingen terecht. Daar zijn dan nog een aantal postgraduaten en bachelor-nabachelors bij. En die situeren zich binnen een aantal studiegebieden. Hier op de kop, in het grote gebouw, komen alle opleidingen terecht die te maken hebben met gezondheid en welzijn en met onderwijs en training. In het tweede gebouw, langs de Ellermansstraat, zullen we alle opleidingen die met wetenschap en techniek te maken hebben verzamelen. En dan in het Parkspoor Noord hebben we de sporthal voor onze studenten lichamelijke opvoeding. Het kopgebouw en het middelste gebouw is eigenlijk verbonden door een ondergrondse tunnel. Hij is eigenlijk een slagader, zodat studenten vrij vlot naar de cafetaria kunnen, vrij vlot naar de bibliotheek. En dat er dus werkelijk een wisselwerking is van studenten. Studenten kunnen elkaar hier ook ontmoeten. Het zijn de zachte technieken en de harde technieken die elkaar hier ontmoeten. Het is natuurlijk een ongelooflijke ligging voor al deze opleidingen. Niet alleen hebben wij de haven hier onmiddellijk achter ons. Hier komt ook een nieuw ziekenhuis dat dus perfect zal aansluiten op de opleidingen die wij hier in huis hebben. Het is een prachtige verschijning in het noorden van onze stad. Je moet je maar eens inbeelden hoe het daar een aantal jaar geleden uitzag. 10 jaar geleden, 5 jaar geleden. We zijn daar geëvolueerd van een industriële site met spoorwegen naar een groene long.
die ook mogelijkheden biedt om cultuur te beleven, om recreatie te beleven, om sport te doen en binnenkort nu ook onderwijs te doen. En daar zal het niet ophouden. Er zal een ziekenhuis uit de grond verrijzen, een gloednieuw ziekenhuis. Er zal een tram langskomen, Brabo 2-project, een leienzone er aangelegd worden. En er verschijnt ook een fiets- en wandelbrug die het eilandje zal verbinden met de campus. Dus dat is een enorme turnaround voor de stad, waar onder andere hoger onderwijs toch mee een motor van verandering is en verbetering. Het is zo dat wij nu van zuid tot noord over het volledige centrum de hele stad bestrijken. Van aan het zuid met Koninklijk Conservatorium op campus De Singel, over alle centrumcampussen, de Koninklijke Academie in de Mutsaertstraat, de campussen Kronenburg, Meistraat en Lange Nieuwstraat, tot hier op Campus Spoor Noord. En als hier de 14 professionele bacheloropleidingen hun intrek zullen hebben genomen, zullen wij dus de volledige stad bestrijken. En ik hoop dat dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een inpalming zal betekenen. Als Vlaams minister van Onderwijs kan ik het alleen maar toejuichen dat Antwerpen echt wel de ambitie heeft om studentenstad te zijn. En sterker te worden ook wat dat betreft in de toekomst. Antwerpen heeft zoveel troeven, zoveel schitterende onderwijsinstellingen ook. En ook, heeft ook zoveel meer te bieden op architecturaal, op cultureel, op artistiek vlak. Dus ja, ik denk dat elke student zich echt wel thuis kan voelen ook in de stad. Ik zie de toekomst van Antwerpen als studentenstad bijzonder rooskleurig tegemoet. Net gisteren, denk ik, werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat Antwerpen nu na Gent weliswaar, maar voor Leuven staat. En in een stad waar bijvoorbeeld de universiteit maar in 2000, begin een goede 10 jaar geleden is opgericht, waar de hogescholen gefuseerd zijn, niet zo lang geleden, waar gebouwen nu worden opgeleverd. En wij steken nu al Leuven voorbij. Wij hebben de cijfers, de voorlopige cijfers van de inschrijvingen voor dit jaar, academisch jaar, en die zijn enorm, die groeien explosief, echt waar. Well, ik denk dat dat enorm belangrijk is, dat je eigenlijk talent kan aantrekken. Wij zijn een stad die vanuit de hele regio studenten trekt. Er zijn 45.000 studenten in Antwerpen, maar 7.000 die op kamer wonen. Dat is een beetje een atypisch beeld. Dus dat geeft mij de indruk dat we nog groeipotentieel hebben naar bovenregionale aantrekking. En dus dat we echt brains kunnen aantrekken. Niet alleen vanuit ons eigen land, maar ook vanuit het buitenland. Daar zetten we ook enorm op in. Mensen die naar hier komen en die uw innovatieve, creatieve bewoner worden van de toekomst. Die op vlak van ondernemerschap, op vlak van cultuur, innovatie, morgen bouwstenen gaan geven. Die de stad van overmorgen zullen uitmaken. De recrutering van onze hogeschool is al langer eentje van ruimer dan de stad Antwerpen. Dat gaat naar Boom, dat gaat naar Mechelen, dat gaat ook naar de Kempen. En we denken dat uitgerekend deze locatie ook goed gekozen is. Vlot bereikbaar, niet alleen voor de mensen van binnen de stad Antwerpen, maar ook ruimer dan dat. En opnieuw, zo maakt ook het provinciebestuur haar missie waar om mensen op te leiden van heinde en ver in heel de provincie. En ook zelfs af en toe buiten de provinciegrenzen. Mensen die knap zijn met het hoofd en vaardig met de handen. De lerarenopleiding bevindt zich een beetje in woelig water op dit ogenblik, omdat we zien dat scholen met enorme uitdagingen geconfronteerd worden. Er komen heel veel kinderen met bijzondere zorgnoden. Er zijn kinderen van wie de thuistaal geen Nederlands is. En al die complexe zaken komen dan samen in de klas, complexe problemen soms ook. Dus je moet zorgen dat de leraar van de toekomst gewapend is om te gaan met een multiculturele context, een meertalige context, een context waarbij vooral gekeken wordt naar de talenten van elk kind. Dat vraagt dus sterke opleidingen en dus is het ook noodzakelijk dat ook binnen grote steden zoals Antwerpen, ook sterke opleidingen aangeboden worden. Dit is, vormt in feite een onderdeel van, een cluster, dit gebouw hier, waarbij we naast de nabijheid van de haven, we zitten hier dichtbij, een ziekenhuis dat thans gebouwd wordt, wij ook de nadruk, de focus gaan leggen op onderwijs als dusdanig, de vorming van een hele nieuwe generatie aan leraren, lerarenopleiding die hier ook zal verstrekt worden, waardoor we de toekomst en de toekomst in Antwerpen wat onderwijs betreft, we weten dat wij in de loop der volgende jaren te kampen zullen hebben met een tekort aan leraren, dat absoluut opgevuld moet worden en waarvoor die lerarenvorming die hier ook zal gegeven worden, een excellente tool zal zijn. Ik hoop dat deze schitterende nieuwe campus
heel veel studenten enorm veel energie zal geven. En ik wens hen heel veel moed toe in het volgende jaar op deze schitterende locatie die ze gekozen hebben om te studeren. Maar ik wens ze vooral ook heel veel inspiratie toe. Studeren is belangrijk, je krijgt er allerhande kansen door. Maar daarnaast natuurlijk mag je ook niet vergeten dat er nog zoveel andere zaken zijn waar je ook kunt van proeven. Dus heel veel succes, heel veel werkgenot, maar ook heel veel plezier met elkaar.